van vandaag geven we een groot applaus, dames en heren. De nummer 3 van deze Drenthe 200. Het kan als niet missen. Ja, uit Havelte. Gerben Mos. Gerben Mos, wanneer moest je het duo laten gaan? Ja, 25 kilometer voor het eind. Ik maakte zelf een foutje in een molde stuk. En ik zat al aan het blok. En dan gingen ze hadden net een klein gaatje. En dan rijden ze met z'n tweeën kop over kopje, jongens van Giant. En ja, dan weet je wel eigenlijk dat het... Maar ik heb heel lang nog geprobeerd en ik zag ze nog de hele tijd wel rijden. En ik kreeg het gat niet meer dicht. En dacht zoiets van, oh, ik moest ook nog heel nodig stoppen om te plassen. Ik zat al zo... En toen dacht ik zoiets van, ja, ze waren al gewoon... Bas was sowieso op een paar punten sterk. Ja, het was een lange dagje. De winnaar is 40, jij bent 25. Op zo'n afstand telt dat misschien, of niet? Ja, maar jouw Roel wordt 2 en die is dezelfde leeftijd als mij. Dus we hebben gewoon het was wel heel mooi. Sterkste wind gewoon. En we reden gewoon de hele tijd samen. En op een gegeven moment gaan ze één voor één gingen ze eraf. En bij Dwingelo wist ik gewoon een gedeelte. Ik denk, hier moet ik op kop zitten. Ja, toen trok ik gewoon, zag ik dat we met z'n drieën waren. Ja, dan zijn we met z'n tweeën en hoef ik niet zoveel meer te doen. Maar op een gegeven moment... We zeiden van nou even stoppen, even plassen en we wachten op elkaar. En op een gegeven moment, ik draaide wel gewoon mee. Maar toen ik had toen bij Appelscha was ik al, zak er al een beetje doorheen. Maar ik ben blij dat ik nog zo lang in de finale mee kunnen doen. En hoe is live nu? Ik ben echt naar de kloten. Ja. Wat het ergst? Ja, alles doet gewoon zeer. Je weet op een gegeven moment, je zit als te slapen op de fiets en je weet helemaal niet meer waar je eigenlijk mee bezig bent. Ja, je gaat echt naar de kloten hier. Jij bent echt een marathon of een mountainbike man, maar jullie rijden nooit 200 denk ik hè? Nee, ik heb van het zomer al die 155 gereden in Noorwegen met Bram. Nou, daar waren we net zo lang onderweg, dus ik had wel zoiets van, dat kan wel. Maar ja, als je man zoals Mark de Maat, die rijdt in Milaan Sanremo bijna 300 kilometer in de kopgroep. Nou, die rijden gewoon af hier. Ja, dat is echt wel iets, vind ik. Die twee samen, ja, dat zijn ook nog twee ploeggenoten, hè? Had je door dat ze zaten te communiceren van hoe we van die Mos afkomen, of ging het vanzelf? Nee, we hadden gewoon alle drie wel zoiets van, we moeten gewoon zo lang mogelijk bij elkaar blijven. En de sterkste wint toch wel. Ja, jammer dat ik niet win, maar ja, ik ben hier wel heel erg blij mee hoor. Het is jouw debuut, smaakt dit naar meer? Nou, eerst niet. Ik weet het.